Mevrouw de Schepen, als we eigenlijk een ganse tijd rondlopen op het kerkhof, iedereen loopt daar soms droevig bij. Alhoewel, we moeten zeggen dat de Groensdienst de laatste tijd het heel wat opfleurt. Maar de graven, het is toch niet zo sierlijk om als Gentenaar daar rond te lopen in een van onze mooie zaken, het Campo Santo. Wij hebben 18 begraafplaatsen op ons grondgebied. Daar zijn ongeveer 90.000 graven. En het klopt natuurlijk dat het ene graf al beter wordt onderhouden dan het andere. En waar wij natuurlijk ook op stoten, is dat er van sommige graven, grafkelders, geen erfgenamen meer zijn. Mensen die de graven kunnen onderhouden. We hebben ook heel wat historisch interessante graven van belangrijke Gentenaars, Gentenaars die iets betekend hebben voor onze stad. Maar waar helaas geen erfgenamen meer zijn die het graf onderhouden. En dat zorgt soms voor een wat minder aangename aanblik. We hebben dan ook in 2015 met de stad een actie opgericht, Red een Graf, waarbij we dus de mogelijkheid geven aan mensen die graag in belang van een Gentenaar die een bijzondere verdienste had voor de stad, een peter of meterschap voor het graf op te nemen. Maar ik kan mij voorstellen, de Gentenaars beginnen direct te denken, zo'n grote mastodont die daar staat, oei, daar heb ik eigenlijk de centen niet voor om dat te onderhouden, om die monumenten terug weer te herstellen. Is het zoiets dat de bedoeling ervan is? Nee, daar gaat het natuurlijk niet over. Het peter of meterschap gaat eigenlijk om wat wij noemen het zacht onderhoud van een graf. Waarbij we dus aan de peter of meter vragen om een beetje het onkruid weg te houden, te zorgen dat het graf er ordentelijk bij ligt. Maar vooral ook aan de Groendienst te signaleren wanneer er andere zaken aan de hand zijn. Want ik zei het al, 90.000 graven is natuurlijk heel wat. Onze mensen van de Groendienst lopen heel veel rond op onze begraafplaatsen. Maar niet elk graf wordt natuurlijk, bij manier van spreken, elke dag of elke week bezocht. Dus zo'n peter of meter heeft ook een beetje een signaalfunctie naar de Groendienst, naar de stad, om aan te geven, oei, met dit graf is iets aan de hand, we gaan meer moeten doen. Waarbij we dan kunnen kijken of we aan de hand van erfgoedsubsidies inderdaad bepaalde graven kunnen restaureren en in ere kunnen herstellen. Dat kost allemaal heel veel centen. U zegt het spreken toch over Groot Gent of spreken we zuiver over Gent alleen? We spreken over alles wat onder Gent valt, de 18 verschillende begraafplaatsen. En wij hebben plannen om begraafplaats per begraafplaats aan te pakken, maar wij moeten daarvoor ook met subsidies van Vlaanderen rekening houden, waardoor dat natuurlijk allemaal iets minder snel gaat dan we soms zouden hopen. Mensen die interesse hebben, waar kunnen ze daar alle info voor hebben? Wat moeten ze daar specifiek voor doen? Naar welke info moeten ze? Zij kunnen gewoon terecht op de website van de stad Gent, Peterschap en Meterschap van Graven. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige procedure. In principe is het bedoeld voor verdienstelijke Gentenaars, maar we interpreteren dat vrij ruim. Dus wanneer u iemand kent die een graf heeft waarvan u denkt het zou goed zijn mocht die wat meer aandacht krijgen, dan kan u een aanvraag doen. Dat wordt beoordeeld door ons funerair team. En dan kan u het peterschap aanvragen. We hebben momenteel een 40-tal peters al die voor zo'n graf instaan. Vaak zijn dat bijvoorbeeld organisaties die een graf van hun stichter onder hun hoede nemen. De Universiteit Gent of de Artevelde School, Hogeschool, die hebben graven onder peterschap genomen, bijvoorbeeld van verdienstelijke professoren of personeelsleden. Dus dat kan heel divers zijn. En wij hopen natuurlijk dat er nog Gentenaars hun voorbeeld zullen volgen. Stadsradio Vlaanderen.